Goedemorgen dames en heren, welkom bij een nieuwe vlog hier op El Rico Mania. Het is 6:30 en ik ben net wakker. Zo, goedemorgen Noah. En nou is het even een beetje donker, ik zal even een lampje maken. Ja. En wij gaan mijn katje even brokjes geven. Water, dat heeft ze nog. Dus laten wij mijn kat even brokken geven. Zo, lekkere kattenbrokjes. Dat gaan we even geven aan haar. Zo. Die heeft weer lekkere brokjes. Jam, 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 jam. Zo. Dan moeten wij even een tas klaarmaken voor mijn werk. Die is al gedeeltelijk klaar. Ja. Ik ga even een tas klaarmaken voor mijn werk. Dan ga ik even lekker ontbijten. En dan zie ik jullie vanmiddag wel weer. Als ik weer terug ben. Later. Hallo dames en heren, daar zijn we dan weer. We zijn weer thuis. Ik heb weer even een lekker dagje gewerkt. En ja, ik heb even een ander outfitje aangetrokken. Ik heb even een beetje deo opgedaan. En dan gaan we nu. Volgende staat op de planning. Dat is even. Ik moet even mijn oplader nog in mijn schoudertas doen. En dan ga ik nu op naar de winkel. Even wat boodschapjes halen. En dan ga ik door naar mijn moeder. En dan ga ik daar even lekker een hapje eten. Samen met mijn vriendin. Gaan we bij mijn moeke even lekker een hapje eten. En en dan ga ik hier weer heen met mijn vriendin. En dan gaan we hier een beetje chillen. En natuurlijk, ik heb een broertje, dus daarna blijf ik wel een beetje op de hoogte met het hele Sinterklaas gebeuren. En ik begreep dus van mijn broertje alweer dat hij alweer in het land is. Gaat ook snel, niet? Gaat wel snel, dus ja, van het weekend, het is nou maandag dat ik dit opneem. En mijn broertje die heeft hier even een nachtje gelogeerd en die heeft even een schoentje gezet. Allemaal super leuk en super mooi. Geweldig. En ik zou zeggen, ik zie jullie straks als ik bij mijn moeke ben. En dan zullen we eens kijken wat er op het menu staat. Later. Hallo, zo, daar zijn we dan. We zijn bij mijn moeke thuis en er staat vandaag, even kijken wat staat er op het menu. Ik denk, als ik dit zo zie in de oven, dat het een prei-ovenschotel is. Nou. Oh, wacht. Thijs heeft een noodgeval. Wat? Jij hebt een noodgeval. Ja. Wat is het noodgeval? Mijn webbox zit bijna leeg. 3%. Oh, nou dan doen we hem even aan de stroom. Ja. Snel. Voordat hij leeg is. Ja, moet ik even kijken als ik dat wel kan met één hand. Stap maar zo. Ik moet even kijken als ik dat wel kan met één hand. Ja. Waar is de stroom van de webbox? In de rode taal. Oh jee. Hier. Hou jij dit maar even vast. En dan moet je hem even, nergens aankomen. Nee. Zo vasthouden. Waarom? En ga maar wat zeggen, zeg maar wat of zo. Waarom? Nou, omdat hij aan het filmen is. Ik ben even aan het vloggen, dus film, zeg maar wat. Zo houden en zeg maar wat. Hallo, ik ben Thijs Siegers. En ik luister een hele mooie luisterboek. De brief voor de koning. Het is de brief voor de koning in Nauwen. En Jury is gaat weglopen tijdens zijn nachtwaken in een kapel. Ik hoop dat jullie het vast wel zal horen als jullie een keertje komen. Ik
Of ja, die komen niet hoor, lijkt het. Of bij... Ik zou het een beetje mooier neerzetten. Nou, oké, breid er maar een eind aan. Want dan staan we hier morgenochtend nog. Met vriendelijke groeten van Thijs, Siegers en Ricardo Sieger. Ja, nou helemaal goed. Nou, dag. Zeg maar dag tegen de kijkers. Dag. Dag. Zo. Nou, dat was even een noodgeval tussendoor. Dat hebben we ook weer gehad. En zoals jullie net hebben kunnen zien, staat er vandaag prei overschotel op het menu. Dus dat zou ook weer lekker smikkelen en smullen. En nou, ik zie jullie later weer. Later, hè. Hallo, dames en heren. Ik heb een slechte mededeling. Ik heb net even een stukje gefilmd, maar dat heeft hij niet opgenomen. Dus ik leg nu even in het kort uit wat ik net dus gevlogd heb. Ik liet in die video zien, in dat filmpje zien, dat ik mijn katje Noah vlees had gegeven en water. En ik legde uit dat ik de rest van de avond niet veel had gedaan. Een beetje serie gekeken en een beetje op mijn DS Pokémon spelen. Want ik ben een enorme fan van Pokémon, dus ik blijf ook altijd dat spel spelen. En ja, bij deze zijn we aangekomen bij het einde van de vlog. En dit stukje neemt hij dan wel gewoon op. Ik heb het goed kunnen fixen. Waar mijn telefoon, ik film met mijn telefoon, waar die last van had, ik had geen idee. Maar alles die crashte en alles ging in één keer fout. Dus maar bij deze, sorry voor het chaotische einde. Maar mocht je dit een leuke video, een leuke vlog vinden, doe dan even een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op Elrico Mania. En dan zie ik jou weer terug. Mijn gloednieuwe video hier op Elrico Mania. Mazzel!